Architectuur is een proces en is geen momentopname. Het is eigenlijk leren een proces te cultiveren naar een eindresultaat dat er op het einde wel staat. Durven fouten te maken, daaruit leren, verder te gaan, bij te schaven en zo telkens te evolueren. De opdracht was eigenlijk het ontwerpen van twee woonentiteiten die ze moesten verbinden op één plek. Ja, meer mensen op minder oppervlakte samen kunnen doen wonen met zoveel mogelijk kwaliteiten. Je zou kunnen zeggen dat je een aantal krachtlijnen geprobeerd hebt om te vinden op dat terrein, hè, waar je eigenlijk hier parallel aan de woning ernaast gaat, zodat je eigenlijk je licht in die zin dieper binnentrekt. Hè. In uw maquette voel ik uw concept iets te weinig, denk ik. Als dat een soort ruggengraat is, het idee van die trap die daar door gaat, dan moet je bijna voelen in uw maquette. Eigenlijk van bovenaf, van buitenuit, kan je dat eigenlijk niet vermoeden. Terwijl als die maquette gemaakt is volgens dat concept, gaat het zorgen dat het er veel kracht in zit. Waarvan dat de ene is, de man eigenlijk een, of de vrouw een schrijver is. En dan heb je ook nog een gezin met één kind. Het is mooi hoe dat de initieel maquetje daar eigenlijk heel sterk in doorgetrokken is. Ja. Dat je dat niet hebt verloren eigenlijk. Je blijft het in plan tot in je laatste verfijning heel hard voelen. Ook die hoek hier, het is ook interessant dat die hier de hoek ontplooit. Het zit wel interessante, zo subtiele hoogteverschillen in. Het concept is eigenlijk dat die trappen, dat is eigenlijk zo een beetje de ruggengraat van het hele gebouw. Het geeft weer waar dat de slaapkamers zich bevinden en waar dan juist de leefruimte, die is juist meer open getrokken. Ik vind eigenlijk een schoonheid tot en met hoe je de omgevingsmaquette maakt, maar ik mis dat in je plannen. Ja. Ik mis die poëzie daarin, zelfs in je collage die je hier maakt. Magnifiek vind ik. Allee, gewoon, dat geeft even heel ruw weg wat je wilt doen. Ja. Maar dan daar moest je daarin die poëzie kunnen leggen die je daarin krijgt, ja, dan heb je echt wel iets vast. Dat ja. Ik vind dat wel interessant dat je insnijdt in die kern. En dat vind ik een interessant uitgangspunt. Het is veel essentieeler langs deze kant. Kijk, die opening daar, dat is een deftige opening. Maar je stekt die achteruit, achter dat, dus je krijgt toch die privacy. Dus dan denk je dat je moet richten op die licht. Dat is nooit dichtmaken en je licht in grotere bewegingen zoeken. Maar ik voel er wel kwaliteit in. Als ik die plan heb, denk ik van ja, dat kan, jij kunt dat. Ja, dat vind ik mooi, hè. Het is dat. Door ook verschillende docenten die een aparte visies hebben op architectuur. Zo leer je eigenlijk in te schatten van waar komt die kritiek, waarom is die daar, wat kan ik daar zelf uithalen. En dat is een van de belangrijkste dingen, dat is, ja, studenten moeten leren ergens, dat om te buigen in iets creatiefs en zo telkens te evolueren. En zo gaat het ook alleen maar, op die manier gaat het vooruit.